Ja, wat een oldschool geluidje is dat. En dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video waarin wij een oude game savefile uit 2004 gaan bekijken. Opnieuw. Dit is 2004. Toen was ik dus 12 jaar oud en het gaat om Pokémon Leaf Green. De vernieuwde game waarin we terugkeerden naar Kanto. Dat was een game die ik moest spelen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb deze games gevonden bij mijn moeder op zolder. Ik zal zo meteen even laten zien hoe ik dit überhaupt speel en opneem voor jullie. En dit was een van de weinige games waar dus nog een savefile op stond. Tot aan Gym 8 en de Elite 4, zeg maar. Dus het leek me leuk om daar een beetje doorheen te lopen. Maar voordat we daaraan beginnen en ik jullie laat zien wat ik allemaal had in die game. Hoe speelde ik dit? En hoe neem ik dit nu op? Hey mensen, even een klein vlogstukje tussendoor in deze aflevering om te laten zien hoe ik dit dus opneem en hoe ik dit in de toekomst dus ook in een soort van videoseries kan opnemen. Zoals je ziet heb ik dus Pokémon Gold nu hier in die Game Boy setting op de televisie. Dus ik hoef het niet met een emulator te spelen, maar ik kan legit de game spelen, want die heb ik hier dus liggen. En we kunnen gewoon een trip down memory lane doen. We kunnen Pokémon Blauw, Geel, Diamond. Ik heb dus ook Gold, die zitten hierin. En dat is dus hier zo op de tv. Sapphire, Leaf Green en dan gewoon door naar volgende games. Misschien de DS. En ik heb dus dit ding. En daardoor kan ik het op de tv spelen. Een soort toevoeging aan de Game Boy, de GameCube. En daar kun je dus Game Boy spellen in stoppen. Dat heb ik hier dus hieronder gedaan. En dan kan ik dus gewoon met mijn GameCube controller op de tv spelen. Dus zo doe ik dat dus. En ja, daarom lijkt het me dus leuk om op een soort legit manier, dus niet met emulators, maar dus daadwerkelijk met mijn GameCube, een controller en de fysieke spelletjes, gewoon daar doorheen te gaan. Nu terug naar de video, want op deze Leaf Green heb ik dus nog een save file staan. Ja, en die gaan we dus nu bekijken. We zijn hier nu in de game en we zijn aan het rondlopen in de Elite Four, zoals jullie zien. En wat voor team had een 12-jarige Kevin in 2004. Zo te zien een team die nog niet helemaal klaar was voor de Elite Four. Een Dratini van level 24. Daar ga je de Elite Four niet mee verslaan. Maar dit was wel een van die Pokémon die ik wilde trainen blijkbaar tot aan een Dragonite. Daar was ik nog lang niet, want het was nog niet eens een Dragonair. Ik heb er wel Surf geleerd, zo te zien. Super zonde natuurlijk, want in deze games kon je een HM nog niet leren, zeg maar. Aerodactyl was ik ook aan het trainen, zo te zien. Level 21, level 24. Dus dit zijn niet de levels waarmee ik de Elite Four wilde verslaan. Dit lijkt er meer op. Level 43 Primeape, die ik Bokito heb genoemd. Dat was blijkbaar ook de meme in 2004. Heerlijke nickname. Poliwrath, level 45. Een Rhydon, level 44. En Zapdos, level 52. Wat me niet verbaast, dat ik Zapdos heb gevangen. Zapdos is de Legendary Bird wat altijd mijn favoriet is geweest. In Pokémon Go ben ik ook bij Team Geel gegaan, omdat het Zapdos was. En ja, overduidelijk dus dat ik ook Zapdos heb gevangen in deze game. Als ik een van de drie Legendary Birds moest kiezen, dan is het Zapdos. Laat mij ook heel even weten in de comments trouwens. Wat is jullie favoriete Legendary Bird van de Kanto Region? Articuno, Moltres of Zapdos? Dit was in ieder geval mijn team. Laten we wel even kijken bij mijn geld. Dat heb je netjes gedaan, Kevin. 102.910 Pokéyen. Hadden we dat maar in het echt, dames en heren. Helaas. Netjes gedaan. 8 gyms verslagen. En dus blijkbaar bij de Elite Four, maar nog niet verslagen. Laten we wel even kijken wat ik allemaal in mijn box heb zitten. Volgens mij moet je in deze game nog een Pokémon erin stoppen. Zodat je één slot vrij hebt in je team, voordat je in de box kan kijken. We stoppen Dratini in de watermap. Blijkbaar heb ik alles netjes categorieën gedaan. Dit is de done map. Blijkbaar was ik done met deze Pokémon. Ik weet niet of dat is dat ik er klaar mee was of dat ik klaar was met trainen. Lijkt me niet, want Haunter is nog geen Gengar. Dus helemaal klaar was deze Pokémon blijkbaar nog niet. En dit was denk ik mijn starter van deze game. Ja hoor, level 5 in Pelletown. Charizard was mijn starter Pokémon. En die heb ik dus naar level 46 getraind in deze game. Wat hebben we dan nog meer voor boxen? No trade. Deze wilde ik blijkbaar niet ruilen. Dratini. Duidelijk. Die wilde ik blijkbaar ook naar een Dragonite trainen. Helemaal prima. Poison. Netjes gespeld met een E. Poison. Hartstikke goed. Die dus. Kevin van 12 was nog niet zo heel goed in zijn Engels. Een Nidoran, een Nidorina en een Venomoth. Oké. Okay. Normaal. Coca-Cola normaal. We hebben hier een Meowth, een Snorlax, een Ditto en een Eevee. Eevee heb ik niet eens getraind. Doodzonde. Oké, okay, we gaan verder.
Flying. Dit zijn inderdaad vier vliegende Pokémon. Dat heb jij heel goed gezien, Kevin Dooms. Electric, ook prachtig gespeld. Electric met een Raichu en een Pikachu. Is een van deze dan early game? Laten we wel even gaan kijken. Nee, Raichu, level 26. Oké. Okay. Van de Power Plant. Pikachu, gevangen ook in de Power Plant. Dus die zijn niet van heel early game. Ik heb blijkbaar goed zaken gedaan in de Power Plant. Zapdos, een Raichu en een Pikachu. Vuur, simpele box. 1 Ponyta. Oké. Okay. The Ground, 1 Marowak en 1 Sandshrew. Ook hartstikke welkom. En bij de Rock staat een Machoke. Die hoort niet echt thuis in een rockmap. Die hoort natuurlijk bij Fighting. Ik snap wel dat een 12-jarige Kevin dacht... Oh, een Machoke, dat is een die is hard als steen. Dat is een steen-Pokémon, maar niets was minder waar natuurlijk. Gras, heel goed gedaan, Kevin. 2 gras-Pokémon erin. En Fight, ja, hier had Machoke dus bij moeten staan. Bij deze Hitmonchan, uiteraard. Ghost, niet heel veel Ghost-Pokémon gevangen. Hier heeft mijn Hunter in gestaan, denk ik, een tijdje. Een Psychic... Drowsy en Mr. Mime. En dan zijn wij bij de watermap met Dratini. Dan, die hebben we er net ingezet. Een Poliwhirl en een Lapras. Het is allemaal niet heel bijzonder. Het zijn gewoon de basic Pokémon die je kan vangen eigenlijk in deze game. Maar niet slecht, Kevin. Een gevarieerd team heb je. Hartstikke goed gedaan. 12-jarige Kevin. 42 Pokémon in de Pokédex is niet heel erg veel natuurlijk. Maar heb ik mijn Masterbal nog? Volgens mij wel. Ik zag dat Zapdos... Jazeker. Zapdos was gevangen met een Ultrabal. Heel goed gedaan. Want die Masterbal wilde ik denk ik bewaren voor een Mewtwo. Die heb ik uiteindelijk niet gevangen. Want de Elite Four is ook niet verslagen. Wat misschien wel leuk is, dames en heren. Om dat nog te doen in een videootje. Deze oude game save al uitspelen. Dus de Elite Four verslaan. Champion worden. En dan Mewtwo vangen. Zou dat leuk zijn voor een video? Ik zou het wel leuk vinden. Want het idee wat ik dus ook heb... jullie zagen het al die andere games. Blauw, Yellow, Crystal, laat ik het goed zeggen. Sapphire en dus Leaf Green. Om die gewoon uit te gaan spelen. Of in ieder geval een serie van te maken. Dat ik door die games heen ga. Want dat is voor mij zo nostalgisch. En ik kan me voorstellen dat het voor meerdere van jullie ook zo is. En daarom lijkt het me leuk om dat te doen voor jullie. Dus laat het weten... Door middel van een like, door middel van een reactie hieronder. Of jullie dat ook zouden willen zien. Of dat jullie zeggen, ja Kevin, dit was leuk om wel even doorheen te bladeren. Maar laat het hier maar ook bij. Ga vooral de nieuwe games spelen. Scarlet en Violet komt eraan. Laat het gewoon even weten. Ik heb ze hier liggen. Ik heb dus laten zien, en dat zie je ook in deze video, dat ik het kan opnemen. Op een legit manier met mijn Elgato aan de GameCube met die extension. Dus dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik moet nog een beetje hier, een beetje... mijn setup vinden. Ik ben namelijk hier gewoon op de bank aan het chillen, zoals je ziet, met een cameraatje bovenop mijn laptop. En ik ben eigenlijk een beetje tussen de slaapjes van mijn zoon aan het opnemen. Vandaar dat ik dus ook nu praat over een opname. Dat zal ook in de volgende video's zo zijn. De gamebeelden neem ik los op. Dat doe ik op het moment dat Finn slaapt. En dat ik denk, oké, nu heb ik even een momentje voor mezelf om even een uurtje op te nemen. En het inspreken doe ik ook gewoon bij de edit. Dus net als nu spreek ik gewoon in op het moment dat hij zijn middagslaapje doet. En dat ik weet, oké, nu heb ik er even de tijd voor. Ik heb niet echt een game room meer waar ik live kan gaan zitten opnemen. De kans bestaat gewoon dat hij wakker wordt. Ik heb hier nu ook gewoon een scheef oog naar... naar zijn babyfoon, dat ik weet van... oh, misschien moet ik naar hem toe als hij huilt. Dus het is voor mij gewoon makkelijker om het los op te nemen... daarna los in te spreken bij de edit... en dat ik op die manier een zo'n hoog mogelijke kwaliteit video aan jullie kan bieden. Ik hoop dat deze stijl ook gewoon voor jullie oké is... dat jullie het ook leuk vinden om te kijken. Wat kan ik nog meer vertellen? Ja, eigenlijk dus dat ik gewoon heel losjes hier zo... op de bank aan het chillen ben. Dat ik het leuk vind om deze video's weer op te nemen. En ik hoop dat jullie het ook hartstikke leuk vinden. Dus mensen, laat mij dat ook vooral even weten. Het is heel fijn om terug te zijn met nieuwe video's. En ja, ik ben aan het genieten hiervan. En ik hoop dat jullie dat dus net zo goed met mij doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat weten wat jullie willen zien. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao.